Roybudu van Roybudu Enterprises heeft zondagochtend zijn 51ste pompstation geopend in Meerzorg-Kommerwijnen. De opening geschiedde vanwege de coronapandemie heel erg bescheiden. Een zeer uitgelaten boedoe stond onze nieuwsdienst te woord. Als ik mag ingaan op de geschiedenis, in 1976 op 9 oktober ben ik begonnen te werken in Kommerwijnen op Meerzorg op het Veerplein. Met mijn eerste pompstation. Dus Kommerwijnen is mijn geboortedistrict en Kommerwijnen ook Meerzorg is de plaats waar ik ben begonnen met benzine voor verkoop officieel onder mijn licentie. Het is natuurlijk een welkome verrassing. Wat zijn de bijzonderheden? Want ik zie dat het heel moderne pompen zijn, dus moeten we gaan wennen aan deze luxe? Nou ja, we breiden steeds uit. We gaan mee met de moderne wereld. Technologie viert nu hoogtij op de wereld. En wij zijn ook niet achter in Suriname. Dus we gaan ermee. Wat is allemaal het verschiet voor de rest van dit jaar? Is dat bij je toekomst? Nou ja, niet dit jaar. Volgende week hebben we onze volgende pompstation. Dat is aan de Johannes Moerastraat. Daarna volgt, als het goed is, Wanikastraat, in de renovatie. Dan gaan wij naar Saramaka. Stresscommissaris Mohamed Safik Rajab woonde de opening van het pompstation bij. Wij spraken ook met de retail manager van pompstation, Renuka Changur Simbudat Pandey. Nou, het is heel goed. U mag weten dat Kommerwijnen in de lift is en er is een toename aan verkeer. U ziet het zelf dat er dagelijks zoveel lange files zijn. Dat wil zeggen, mensen hebben een stukje belief in Kommerwijnen om te komen. Ze komen ook om te shoppen, want we hebben hier de agrarische sector. Veel landbouwers bieden hun producten aan en mensen komen langs. Kommerwijnen heeft veel potentie. U ziet ook als u rondrijdt dat er heel wat activiteiten zijn. We hebben hier een Paperpot City, Paperpot ook een soort trimbaan. Heel wat dingen zijn er. Nu heb je Nieuw Amsterdam. Er zijn mensen die ook vissen langs de weg verkopen. Dus mensen komen ook shoppen hier. Nou, ik denk Kommerwijnen is nu bezig te groeien. En we leveren een belangrijke bijdrage met de modernste pompstation in Kommerwijnen. Doen wij degelijk goed, een goede bijdrage. We zien RBE flink groeien. Ik hou de telling bij 51. Dit is nummer 51. Ja, klopt helemaal. Hoe is het om met zo'n company te werken? Nou, ten eerste instantie, ik gaf het al aan in mijn speech, meneer Boudou is eigenlijk een hele grote inspiratie voor mij. Als het dus niet uit... Ik heb leuke gesprekken met hem gehad, niet alleen over zijn carrière, maar ook over zijn privéleven en de manier hoe het is toegegaan boeit me heel erg. Dus het is heel prettig om te werken met hem en ik leer elke dag van hem. Renuka Changur Simbudat Pandey, de retail manager van het 51ste pompstation van Roybudu, dat gisteren is geopend in Meerzorg. Daarvoor spraken wij met districtscommissaris Mohamed Safik Rajab.